Het begin van de tijd van monniken en ridders, tijdvak 3, wordt toch echt gemarkeerd door die val van dat West-Romeinse Rijk. En ook als we nu gaan kijken naar hofstelsel en horigheid, dan is dat weer het beginpunt. Er hoort een vrij uitgebreid kenmerkend aspect bij, dat vooral economische en sociale kanten kent. En we zullen eens even naar die twee begrippen gaan kijken, hofstelsel en horigheid, maar eerst weer even terug naar dat Romeinse Rijk. Dat Romeinse Rijk, dat kent een heel duidelijk goed georganiseerd bestuur, daar hebben we het al over gehad bij tijdvak 2. Dat had ook een sterk en gedisciplineerd leger, hebben we het ook over gehad. Dat Romeinse Rijk was dan ook een goed georganiseerde en bij tijd en wijle zeer welvarende agrarisch-urbane samenleving. Een samenleving dus waarbij de landbouw een belangrijke rol speelde, veel mensen werkten in de landbouw, agrarisch dus, maar waarbij er ook steden waren, urbaan, en in die steden daar leefde men onder andere van de nijverheid, het maken van producten en van de handel, het verkopen van producten. Maar goed, we hebben ook al gezien, in tijdvak 2 al, dat er een einde komt aan dat West-Romeinse Rijk, door die volksverhuizingen van die Germaanse stammen. Dat zorgt ervoor dat dat goed georganiseerde Romeinse bestuur wegvalt in West-Europa. Het Romeinse leger is er niet meer om mensen te beschermen, daardoor raakt de nijverheid en de handel in verval, en daardoor trekken de steden ook weer leeg. En Europa is vanaf ongeveer 500 niet langer een agrarisch-urbane samenleving, maar Europa valt terug naar een zogenaamde agrarische samenleving, een landbouwsamenleving. En in zo'n samenleving, daar leeft dus het grootste deel van de mensen van de landbouw, op het platteland dus ook. En deze landbouwsamenleving vanaf ongeveer het jaar 500, die werd gekenmerkt door autarkie, zelfvoorziening en door het feit dat eigenlijk iedereen in de landbouw werkte, behalve de adel en behalve de geestelijkheid. Tuurlijk waren er ook nog wel wat ambachtslieden en wat handelaren, maar dat was slechts op zeer beperkte schaal. Dus we gaan ons nu eens even focussen op de boeren. Wat voor soort boeren waren er aan het begin van de middeleeuwen, aan het begin van die tijd van monniken en ridders? Nou, bovenaan stonden zogenaamde vrije boeren. Zij hadden hun eigen stukje grond om voor hunzelf en hun familie op te werken. Daarnaast had je ook zogenaamde horige boeren. Horige boeren waren boeren die bij het land van een heer hoorden. En zij mochten het land van die heer, van een edelman, niet zonder toestemming van die edelman verlaten. Daarnaast was er nog de allerlaagste groep boeren, dat waren de zogenaamde lijfeigenen. Dat leek heel erg op slavernij, dat is het niet, maar lijfeigenen waren boeren die gebonden waren aan de landeigenaar zelf. Ze waren dus echt zijn eigendom. En ja, hier heb je hem dus, die heer, die lage edelman vaak, die hadden zijn grondgebied waarop die horige boeren en die lijfeigenaren werkten. En die horigheid en die lijfeigenen, dat is iets dat al uit de tijd van het Romeinse Rijk stamde. Want aan het einde van het Romeinse Rijk, want die lijfeigenen, ja, dat zijn eigenlijk de opvolgers, zou je kunnen zeggen, van die slaven die we in het Romeinse Rijk kenden. En die horigheid, die horige boeren, die zijn ook ontstaan aan het einde van het Romeinse Rijk. Toen begon namelijk de oogsten terug te lopen. En de grootgrondbezitters, de edellieden, die, ja, die schrokken daarvan, want die zagen de inkomsten teruglopen. En om te zorgen dat de inkomsten niet verder terug zouden lopen, verplichten zij de boeren om op hun land te blijven wonen. Zij mochten het land niet meer verlaten zonder toestemming van die heer. Die horige boeren, die hoorden dus bij het land van die heer, bij het land van die lage edelman. Maar wat je uiteindelijk aan het begin van de middeleeuwen steeds meer ziet gebeuren, in de 6e, 7e en 8e eeuw, is dat ook steeds meer vrije boeren naar zo'n lage edelman gaan en op zijn grondgebied gaan wonen. En de vraag is natuurlijk waarom zij dat gaan doen. En dan komt dat hofstelsel om de hoek kijken. Het was namelijk helemaal geen pretje om boer te zijn aan het begin van die middeleeuwen, in die tijd van die monniken en ridders. Het was immers een heel onveilige tijd, waarin er heel veel honger was, heel veel armoede was. De welvaart was teruggelopen, er was geen leger meer om mensen te beschermen, en vrije boeren, ja, die waren vaak dus overgeleverd aan de grillen van struikrovers en rondtrekkende en plunderende bendes en zo. En ja, dat was dus geen pretje, dus die gingen op zoek naar bescherming. Maar er was dus geen leger meer om ze te beschermen. De koning die was ver weg, die kenden ze ook niet, dus op wie richtten zij zich? Op de lage adel, de lokale edelman. Die kon hen namelijk bescherming bieden, en die kon hen tevens ook nog eens landbouwgrond geven. En in ruil daarvoor beloofden die boeren om een deel van de oogst af te staan en om zogenaamde herendiensten te doen. Zij moesten een deel van het jaar werken voor die heer, klusjes voor hem doen. En dit hele stelsel, van geven en nemen dus eigenlijk, dat noemen wij het hofstelsel. Boeren zijn op zoek naar bescherming, zijn op zoek naar goede grond om op te werken, die krijgen ze van die edellieden, en in ruil daarvoor moeten zij dus wel ook iets afstaan aan hem en moeten ze voor hem werken.
Nou, en waar komt dan dat woord hofstelsel vandaan? Dat grondgebied van die heer, dat noemde men een domein of ook wel een hof. En dat ja, ziet er schematisch als volgt uit. Dat hof dat kon je indelen in twee gebieden. In het midden van zo'n hof daar lag het zogenaamde Vroonland. En het Vroonland dat was het gebied waarop de heer woonde. En dat werd dus beheerd door de heer of door een rentmeester die aanstelde. En dat werd onderhouden door die lijfeigenen. Daar bevonden zich vaak ook een molen, een smederij en dergelijke. Een werkplaats waar soms ook die horige boeren moesten werken. Maar die horige boeren zelf, die woonden op de rest van het domein, het zogenaamde hoeveland. Daar konden zij een stukje grond en een boerderij pachten en daar konden zij dus werken. En zij konden binnen dat domein gebruik maken van de opbrengsten van het land. En zo'n hofstelsel, nogmaals, dat was dan dus ook sterk autarkisch. Die domeinen kenden een autarkische economie, een zelfvoorzienende economie. Er waren immers weinig mogelijkheden om te handelen met andere gebieden. Nou, als laatste nog even iets dat ik in de les vaak mis zie gaan, naar proefwerk en dergelijke. Dat hofstelsel, dat wordt nogal eens verward met het feodalisme of met het leenstelsel. Dus even snel het grote verschil op een rijtje. Hier hebben we dat feodale stelsel of dat leenstelsel. Dat is dus die vorst die een gedeelte van zijn macht uitleent aan zijn leenmannen in ruil voor die raad en daad, voor die trouw. En dit is dus vooral een politiek iets dat hoort bij de adel. De gewone bevolking, de boeren, die hebben daar niets mee te maken. Die staan buiten dat hele feodale stelsel. De enige persoon waar zij wel iets mee te maken hebben uit dat feodale stelsel, dat is de lage edelman, dat is hun lokale heer. En met die heer gaan zij de verplichtingen van dat hofstelsel aan. En dat heeft dus helemaal niets met het bestuur van het feodale stelsel te maken. Nee, dat hofstelsel dat draait om de economie en om de sociale verhoudingen die er dus zijn tussen die boeren en die edelman. Onthoud dat goed, dan doe je het op je proefwerk ook niet verkeerd.